Nou ja, we hebben zo'n avondverslaggever, hè, waarvan we zeggen, vind jij het leuk om 's avonds op pad te gaan? Zodat we ook kunnen laten zien hoe dat het bijvoorbeeld gisteravond nog was. En gisteravond was het dus pas dag nummer 2. Hè. Hebben we zo'n jonkie, Sam Franken, die denkt, die moet dat toch makkelijk vol kunnen houden ook. Maar ik begon al een beetje te zuchten en te steunen zo. En dan niet vooruit te branden. Je zou vast wel denken, wat doet deze jongen nou weer hier in de studio van Breda Jazz? Ik ben eigenlijk wel redelijk verdwaald. Maar ja, ik heb ook weer niet zo heel veel zin om helemaal naar de stad toe te lopen. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk heel erg makkelijk oplossen. Zo, 3, 2, 1. Boom! Kijk, je hoeft tegenwoordig niet eens meer te lopen als je ook gewoon lekker kan knippen. Wij gaan vandaag lekker op pad. Mijn tweede keer. Eens even kijken of ik nog wat meer mee kan maken. Hey, hallo hé. De sfeer komt er al dik in. Bent hij al goed op pad? I have no idea what you're saying. Oh, you're having a good time? Absolutely. Fantastic. Breda, cheers. Internationaal, we gaan vandaag even een kijkje nemen en we nemen jullie mee. Maar wat maakt het nou zo gezellig? Nou, gewoon de muziek, de beentjes en ja, gewoon dansen samen, toch? Biertjes, drankjes, dansjes. Alleen maar bier. Hoeveelste is dat? Hier gekomen. Hoeveel is dat? Huh? Hoeveelste is dat? Moest ik ze tellen? Is dit nou het pleintje van de dag? Op dit moment wel. Maar alle andere pleintjes zijn allemaal fantastisch. Je kan niet naar huis. Dat is eigenlijk een soort van carnaval, is het eigenlijk. Ja, dat is het eigenlijk wel, hè? Ja. We gaan wel moves doen zometeen, ja. Mag ik dansen met hun? Dat weet ik wel zeker. Ja? Wil je dansen met mij? Oude mannetjes met hoedjes. Dat is de echte jazz. Ja, dat is echt wel de oude jazz. Nou jongens, je hoort het. What are you wearing? I'm wearing my tartan kilt. A skirt. A skirt. Absolutely. Lekker rokjesdag vandaag. Het is hartstikke lekker weer. Kun je ook een beetje jazz dansen? Een beetje, maar ik ben meer de salsa. Meer de salsa? Ja. Hoe doe je de salsa? Zal ik laten zien? Ja, wil je me laten zien? Ja. En voor de oplettende kijker, die Sam die weet er ook iedere keer weer een dansje uit te slepen. Dat doet hij handig natuurlijk. En gewoon die dame uitgaan op zulke hoge hakken op die steentjes in de binnenstad. Petje af, dan doe ik er niet na. Breda Nu.